ังเขาชอบเอ็ดสันลักมาเคยหรือว่าเจสันชอบเหรอเซว่าอักล่ะเนี่ยไอ้ที่เป็นสันลังคลานโอ้ that wasn't เนี่ยVandaag hebben we de vaccinatielocatie bij de Drie Koningenkerk, omdat er echt behoefte is. Dus de behoefte naar de drive-thru is er. De walk-in gaat nu wat rustiger, nu druppelen mensen binnen. We hadden een mooie aanloop verwacht, maar dit was eigenlijk een stormloop. Het is nu 4:15. En de rij loopt nog steeds vanaf de Mahonielaan, Prins Hendrikstraat, tot het Sint-Vincentius ziekenhuis. Er is echt behoefte aan grote locaties, omdat er nog steeds echt een bereidheid is om te vaccineren. En vooral die groep, hoeveel zijn het er? Rond de 60.000 jongeren tussen 12 en 17 jaar. Die groep is eigenlijk nog maar net begonnen. En dan zitten we misschien op een zesde, op een vijfde van die groep. En die groep moet echt buiten werktijden om. Echt in die weekenden. En vandaar dit gebaar naar de samenleving toe. Ik ben hier met mijn kinderen, vier jongens. We zijn er om het vaccin te halen. We zijn er om onszelf te beschermen primair. En natuurlijk liever dan zodoende een bijdrage, toch? Het wordt Pfizer natuurlijk. Ja, voor mijn kids wordt het Pfizer, ja. Want zij zijn onder de 18 en nou ja, drie van ze. En die andere die gaat voor Sinopharm. Hij is al 18 jaar. Waarmee ben jij gevaccineerd? Ik ben ook met Sinopharm gevaccineerd. Bent u al gevaccineerd? Jawel. Heeft u zonen gebracht? Mijn neefjes en mijn dochter. Waarom? Omdat het gevraagd is en je ziet wat er gebeurt. Die COVID-19, die ruïneert mensenleven. Mensen worden zieker van. Gaan zelf dood als je naar de sterfte, aantal sterfgevallen overal ter wereld en check, dan is het vrij hoog. Dus de noodzaak is nu om gevaccineerd te worden. Dus en ook om beschermd te worden. Je bent helemaal ontspannen? Oké, lekker. Zo, dat was het. Mag ik het voor me aanhouden? Hier. En een beetje water. Dokter Nannen, u bent er ook bij vandaag. Ja, ik heb de oproep gezien en ik wist dat het georganiseerd zou worden. Dus ik ben er ook komen kijken. Ja, kijken waar ik mijn hulp kan geven. Ik heb ook wat hulp verleend bij mensen die misschien wat onwel werden. Of een beetje lopen en met de mensen praten. Het is een gigantische organisatie en een topdrukte. Dat is goed nieuws, toch? Het is verschrikkelijk goed nieuws. Dus toen ik kwam om 2:00, ik zag een rij auto's. Dus ik denk, oké. Toen ik ben vaccin gehaald bij BOG en toen was de rij hier om de hoek bij, tot en met RKZ, dus het ziekenhuis, om de hoek richting die Tourtonnelaan. Zo lang was de rij voor de drive-thru. Dus dat is een enorme opkomst. En ook de mensen, de walk-ins, gigantisch. Heel geweldig, geweldig. Dr. Asin. Ja. U was een kijkje komen nemen, maar u bent langer gebleven. Ja, dat klopt. Ik was een kijkje komen nemen omdat we een vrij grote groep vrijwilligers hebben. En het eigenlijk goed georganiseerd was. Maar we zijn overweldigd door de interesse. Wat hartstikke goed is natuurlijk. Maar het vervelende is dat we mensen hebben moeten teleurstellen met een lange wachttijd. Waarvoor onze verontschuldigingen. Veel mensen hebben desondanks toch gewacht. Dus waarvoor dank. Hoe lang heeft u gewacht? Boy! Ik was vanmorgen al hier hoor. En om 12 uur ben ik maar weggegaan. Het was zo druk. Zowel walk-in als drive-thru.
En nu ben ik weer gekomen, drive-thru nog steeds druk. En ik heb mijn walk-in gedaan. En ik ben klaar. Wat heeft u genomen? Sino. En hoe lang hebben jullie in de regen staan vandaag? Om en bij 3 uren. Ja. Is het waard? Het is de moeite waard. Het is de moeite waard, want zo weet ik, ik ben beschermd. Het is nou gewoon de Mohana-regels toepassen. Het is goed gegaan uiteindelijk. Er staat nog wel een vrij lange rij. De file is tot aan het RKZ. Dus er zijn nog veel mensen die interesse hebben. En we zijn wel heel dankbaar voor alle vrijwilligers. Er zijn meer dan 60 die hier op een vrije zondag hun best doen. En veel mensen die na hun dienst in het ziekenhuis zijn gekomen om te helpen met prikken. Want we hadden op een gegeven moment echt tekort aan prikkers en verpleegkundigen, doktoren. Dus al met al een innoverende dag, maar het is de investering waard. Misschien moet men terug naar prik-evenementen. Ja, dat zeker wel. Er is even een gap, maar we gaan het weer oppakken. Dr. Asin is ermee bezig. En we hebben natuurlijk weer wat grote priklocaties op het oog. Maar de organisatie eromheen moet nog allemaal in place gebracht worden. Maar dat gaat komen. Het gaat komen. We gaan weer beginnen met KKF. In de loop van de komende week. En we gaan POC voorbereiden. Heerlijk! Klaar. Gevoel? Niets gevoeld. Geweldig. Wat we ook gaan doen is steeds meer ook de werkvloer mensen vaccineren. Dus in plaats van mensen te verplichten, mensen te informeren op het werk, informatie te geven over de verschillende vaccins, alle vragen en twijfel beantwoorden. En als ze gevaccineerd willen worden, ook dat aanbieden, zodat ze niet ergens in de rij hoeven te staan, maar dat ze meteen geholpen kunnen worden of op het moment dat het ze schikt. Ik ben eigenlijk niet voor het verplichten van mensen. Ik ben voor het informeren van mensen, het zoeken van oplossingen voor mensen met twijfels. En pas dan, als het nodig blijkt, moeten we kijken naar andere maatregelen. Maar ik hoop dat dat niet nodig is. We hoeven niet heel Suriname te vaccineren. Als we 500.000 van de mensen hebben gevaccineerd, is dat ruim voldoende. En dat lijkt wel te gaan lukken. Wie hoort deze mensen niet meer? Mag naar achteren. Yes, mag naar achteren. Thank you. Hoort u bij elkaar? Het is voor 6 uur gepland. Het lijkt er niet op dat 6 uur gehaald wordt. Nee, ik denk niet dat we het gaan halen. Maar als mensen zoveel moeite hebben gedaan en al zo lang in de wacht staan, kunnen we ze niet zeggen om voor de poort, wat zijn gesloten. Dat gaan we niet doen. We zijn wel aan het inventariseren tot hoe laat, want we kunnen niet tot te laat doorgaan. Er is ook lockdown. Thank you.